Als ik Jon en Guy vrij snel terug aan de lijn heb, dat wil zeggen dat er iets gebeurd is. Jon, Guy, er is gescoord. Inderdaad, er is gescoord. En door de bezoekers van Porto, die zijn op 0-1 gekomen. Maar ze kregen daar wel flink de hulp bij van de Genkse verdediging. Onder meer van Cara, die nogal vrij lullig de bal verspeelde in een 1-tegen-1 duel. En ja, dat gaf meteen de vrijgeleide aan twee spelers van Porto om naar het doel te gaan. Eerst was er nog een goede interceptie van Marco Bizot, de Genkse doelman, die de bal kon afweren. Maar de goed gevolgde Charisma, die kon vrij simpel die bal binnen tikken in de hoek. En meteen de voorsprong voor Porto. En ja, toch zorgen voor de Genkse trainer, die volgende week aan de competitie moet beginnen. En dat is natuurlijk nooit leuk, ook niet voor de supporters natuurlijk. Nou ja, ook voor het vertrouwen van de ploeg vooral. Ja. Je gaat beginnen te twijfelen van, zou het wel lukken? Want je ziet veel mensen denken van, het zal toch weer niet hetzelfde worden dan vorig seizoen, in die tweede seizoenhelft. Nou, als je zo gaat beginnen, dan speel je degradatievoetbal, hè. Dat is heel eerlijk zijn. Dan ben je er heel kort bij, ja. Goed, ik zei dat straks al, niemand verwacht dat Genk tegen Porto hier de Portugezen van de mat zal spelen, maar af en toe het flitsen laten zien en dat er progressie is in het spel. Dat daar ook een beetje. Jelle Bos, wel even de doelman en scoort. Het is 1-1. Jelle doet het ook. Als ze allebei gaan fluiten, ze allebei in het zakje. De verdedigers van zowel Genk als Porto. Sympathiek. En Jelle Vossen als de kippen bij. En wat vorig seizoen dan minder goed lukte, die kansen afmaken, dat lukt nu van de eerste keer. En meteen staan we weer gelijk. Goed. Wel twee weggeefdoelpunten. Iedere ploeg eentje. Maar goed, het is natuurlijk veel aangenamer als er doelpunten vallen in zo'n wedstrijd. Tegen dat je op 0-0 blijft hangen. Goed, dat heeft u nog live meegekregen. We wouden eigenlijk in de ether gaan om één doelpunt te melden. Dus nummer 5 die helemaal in de fout ging. Reyes. Hebben we er twee kunnen melden? Nee, het buitenspel daar. Hebben we er twee kunnen melden, maar wel eentje van Genk. Stand, dankzij een doelpunt van Jelle Vossen na 10 minuten, richting Genk tegen Porto 1-1.